Is R. Wedegem een volwaardig titelkandidaat? Met die vraag trokken we naar de Zottegemse Smissenhoek. En de nummer 2 in de klassering klimt tegen Ardooie meteen op voorsprong. Ulens is na anderhalve minuut al goed voor de 1-0. 4 minuten ver en via een schepcorner zorgt Ulens dan voor 2-0. En nauwelijks een halve minuut later slaat de thuisploeg opnieuw toe. Ulens met de voorbereiding van Holland maakt het af 3-0. Ardooie presteert heel slapjes in de eerste periode. Opnieuw een kans voor Van Holland. En dit keer komt de Lacluze als winnaar uit de strijd. Het overwicht van de thuisploeg is groot. Ulens zorgt via schepcorner voor de 4-0. En halverwege de tweede periode krijgt de Lacluze ruzie met de bal. Lars Knipping profiteert 5-0. Het wordt pijnlijk voor de West-Vlamingen. En het feestje van R. Wedegem gaat door. Van der Eken pikt ook zijn doelpuntje mee. 6-0 is het intussen. En Van der Eken heeft de smaak nu te pakken. En hij probeert het nogmaals net niet. Ardooie begint met goede bedoelingen aan de derde periode. En via de Lacluze mildert het tot 6-1. De West-Vlamingen versieren dan via de baren een strafschop. De Lacluze weet daar wel raad mee, 6-2. En het gaat nu heel snel over en weer. En de West-Vlamingen krijgen zelfs een kansje om er 6-3 van te maken. Maar het doelpunt valt aan de overkant. Van der Eken ziet zijn bal eerst nog op de paal stranden. En Fouquet bewijst dan zijn waarde voor de ploeg. Kasmi is een beleefde jongen en zegt dankjewel, 7-2. R. Wedegem blijft door een snelle balcirculatie voor heel wat gevaar zorgen. Hier klimt het een strafschop, maar het krijgt hij niet. Via een schepcorner mildert Ardooie dan tot 7-3. En zo is er nog een sprankeltje hoop met nog een periode van 13 minuten voor de boeg. Ardooie kiest voor hoge druk, maar R. Wedegem slaat meteen toe. Knipping rond een mooie aanval af, 8-3. Toch sluipt er wat nonchalance in het spel van R. Wedegem. Een zeldzame slechte inspeelpas van Van der Eken. Het leidt een kansje in voor Kortvriend, maar die kan niet profiteren. Van der Eken heeft trouwens een stevige trap in de kuiten, maar de beloning blijft vandaag uit. Ardooie doet er alles aan om er een wedstrijd van te maken en via de baren keert het terug tot 8-4. Bij de thuisploeg voelt Fouquet zich wel goed in zijn nieuwe rol. Hij rolt de verdediging van Ardooie wel heel makkelijk op en Knipping mag het afmaken 9-4. Ardooie knokt voor wat het waard is en het kan opnieuw milderen. Dit keer is Hillewaere de afwerker 9-5. En de West-Vlamingen tonen een heel ander gelaat dan in de eerste periode. De Baren brengt de stand op 9-6. De bezoekers schakelen dan een versnelling hoger en R. Wedegem voelt dat het nog niet binnen is. Al moet Van der Eken geen wonderen doen om Ardooie van de 9-7 te houden. Via een schepcorner komt die 9-7 dan toch op het bord. Maar aan de overkant kan ook Ulens de klus klaren, 10-7 en dat is ook de eindstand. R. Wedegem is een titelkandidaat, Ardooie moet zich herpakken. Is Ardooie degradatiekandidaat of ben ik dan te streng voor jullie? Ik hoop van niet en dat denk ik ook niet. We hebben ook al enkele zware wedstrijden gehad. Eigenlijk, laten we zeggen, de ploegen die eigenlijk normaal eindigen top 5, hebben ze al enkele matchen gekregen. Sorry. Ik vermoed niet dat we in de problemen zullen komen, maar we zullen toch wat punten moeten binnennemen. Het was vooral de bedoeling om eigenlijk de hele wedstrijd druk te zetten. En ik vond dat we het derde en vierde kwart eigenlijk niet goed druk gezet hebben. Wat we het eerste kwart wel doen, dus de keeper kon eigenlijk niet uitvoetballen. En het derde en vierde kwart hebben we de keeper eigenlijk terug alleen laten links-rechts het spel bepalen. Dus daar zat wel het probleem, vond ik. Als het speelt gelijk, jullie komen mee op kop. Volgende week een topper in Maldegem. Wat verwacht je daarvan? Well, ik hoop dat we daar een leuke match hebben, een spannende match. En dat we daar natuurlijk een overwinning kunnen halen. Het zal niet evident zijn, maar... Ik denk als we op volle sterkte naar daar kunnen gaan, dat het wel een schone match zal worden.